Hoe overleef je op de maan? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie kan zich voorstellen dat hij in zijn leven of in haar leven een reis zou kunnen maken naar de ruimte? Ja? En wie kan zich voorstellen dat hij met een groep mensen zou verhuizen naar de maan en eigenlijk zou gaan wonen op de maan? Het is eigenlijk een hele oude droom natuurlijk, van de mens om buiten de aarde te gaan leven. Maar de vraag is natuurlijk, je gaat dan uit het comfort van de aarde en hoe ga je dan zo'n leven concreet gaan uitbouwen? In science fiction heb je daar natuurlijk talloze voorbeelden van, maar er zijn ook wetenschappers die daar zeer hard over nadenken natuurlijk. Ik ben zelf ook betrokken in ruimtevaartonderzoek. Ik heb een achtergrond als bioloog. En in mijn werk kijk ik eigenlijk hoe we leefbare systemen kunnen ontwerpen buiten onze dampkring. Daarnaast ben ik ook heel erg geïnteresseerd wat het doet met mensen, mentaal, psychologisch, om opgesloten te zitten gedurende lange tijd. En daar vertel ik dadelijk nog veel meer over. Wat ik in dit college met jullie wil bekijken, is eigenlijk wat er nodig is om een volwaardige basis, een volwaardige woning, een volwaardig leven uit te bouwen op de maan. Het sleutelwoord dat ik daarvoor ga gebruiken is autonomie. Dat zal meerdere keren terugkomen in mijn college. En ik bekijk het eigenlijk op 3 verschillende domeinen. Ik ga het hebben over architectuur, ik ga het hebben over ecologie en ik ga het ook hebben over psychologie. Nu, mooie droom op de maan gaan wonen, maar het is niet evident natuurlijk. Het is een heel uitdagende omgeving met talloze fysische problemen. Er is geen zuurstof, dat weten jullie wel natuurlijk. Er is geen atmosfeer. De temperaturen zijn zeer extreem. Omwille van het feit dat er geen atmosfeer is, wordt het in de schaduwzones zeer koud, tot min 170. En de delen die bestraald worden door de zon, worden zeer heet. Er is heel veel straling. Je bent op de maan niet zo beschermd op aarde voor straling. En je krijgt dus een zeer grote dosis straling. Er is ook een voortdurend bombardement van micrometeorieten die bedreigend kunnen zijn. En je hebt natuurlijk het verschil in zwaartekracht. Dus alles samengenomen kan je er toch wel best een groot vraagteken bij plaatsen hoe je dan zo iets gaat ontwerpen. Nu, vanuit een architecturaal perspectief zijn er een aantal mogelijkheden om op de maan te gaan wonen. Het eerste is eigenlijk om gewoon in de maanlander te wonen. Ja, dat is eigenlijk wat de Apollo-astronauten hebben gedaan. Die zijn met de maanlander gaan landen en dat werd eigenlijk een tijdelijk verblijf. Een beetje zoals een caravan. Nu goed, voor langer verblijf ga je er natuurlijk niet voluit. Voor langere verblijven denken we eerder aan een soort maanbasis. En de meest makkelijke optie lijkt eigenlijk om gewoon kant-en-klare modules naar de maan te sturen en die aan elkaar te zetten. Nu nogmaals, we moeten ons daar beschermen tegen die straling, tegen de micrometeorieten. Dus de concepten die men nu aan het ontwikkelen is, die gaan of soms nog een stap verder. En men gaat dan eigenlijk nadenken, kunnen we niet de grondstoffen van de maan zelf gebruiken om architectuur te bouwen? Dus kunnen we niet meer autonoom zijn in plaats van alles van op aarde te moeten meeslepen naar de maan? Kunnen we daar niet met die grondstoffen zelf aan de slag gaan? En dan zie je hier een voorbeeld van. Dit is eigenlijk een soort opblaasbaar volume dat bedekt wordt met een dikke laag maangrond. En het is die maangrond die eigenlijk voor die extra bescherming zorgt. Je kan nog verder gaan. Je kan ook architectuur gaan uitgraven. En dan ga je eigenlijk onder de grond wonen. En dan ben je eigenlijk ook zeer goed beschermd tegen al die factoren die ik daarnet beschreven heb. En tenslotte zijn er ook onderzoekers die voorstellen om te gaan leven in lavatunnels. Men weet nog niet 100% zeker of er effectief lavatunnels zijn op de maan. Men vermoedt ze wel. Op aarde bestaan die. Ik heb er zelf ook al ingelopen. Het zijn eigenlijk zeer oude geologische structuren waar je met een auto doorheen kan rijden. En daar zou je dus ook een habitat kunnen oprichten. En dan ben je opnieuw heel erg beschermd. En bovendien, je moet niet gaan graven. Zie je? Dus je hebt dus eigenlijk al die verschillende opties om architectuur te gaan ontwikkelen. En mij lijkt het meest interessante dat we zoveel mogelijk van de lokale grondstoffen gaan gebruiken om zijn architectuur te gaan gebruiken. Dus goed, we hebben dus de eerste problemen al opgelost. We zijn beschermd tegen die extreme temperaturen, beschermd tegen straling, tegen meteorieten. Maar we hebben nog geen zuurstof, we hebben nog geen water, we hebben nog geen voeding. Dus we moeten nog een stapje verder denken. Die structuren die ik daarnet beschreven heb, die architecturale structuren die ik daarnet beschreven heb, dat is een beetje vergelijkbaar met het internationaal ruimtestation.
Het nadeel van het internationaal ruimtestation is dat dit permanent moet bevoorraad worden. Er is wel recyclage, bijvoorbeeld water wordt vrij grondig gerecycleerd op het internationaal ruimtestation, maar de voeding die moet voortdurend worden aangevoerd. En als je zo een lange basis ontwikkelt op de maan of zelfs verder in de ruimte, dan wil je toch eigenlijk meer autonoom zijn. Dan wil je toch eigenlijk een autonoom systeem. En hier komt nu echt de biologie van pas. Het ecosysteem van A op de aarde is eigenlijk een alomvattend systeem. Het verbindt dieren, planten, mensen, bacteriën in één grote cyclus, waarin alles wordt uitgewisseld met elkaar. Het is eigenlijk een systeem waarin alle onderdelen afhankelijk zijn van elkaar en invloed hebben op elkaar. En het mooie is dat in zo'n ecosysteem is er eigenlijk geen afval. Want afval van het ene organisme is eigenlijk een voedingsbron voor het andere organisme. En dat kan zo blijven doorgaan. Dus wat we willen op de maan is eigenlijk ook een ecosysteem dat op een dergelijke manier gaat draaien, op zichzelf. Zonder dat we die levenslijn met de aarde nog nodig zouden kunnen hebben. Nu, we zijn niet de eerste die daarover nadenkt. En een mooi voorbeeld van een zeer oud voorbeeld van iemand die er al heel lang geleden over aan het nadenken was, komt van Konstantin Tsiolkovsky. Dat is eigenlijk de Russische grootvader van de ruimtevaart. Dat is ook de man die de raketvergelijking heeft ontdekt of uitgevonden. Dat is eigenlijk een wiskundige vergelijking die nog steeds gebruikt wordt. En in zijn aantekeningboeken, die uit de 19e eeuw stammen, vinden we schetsen van raketten waarin ook ecosystemen zitten om de astronauten in die raketten in leven te houden. Dus je ziet, men was er eigenlijk al heel vroeg over aan het nadenken. Nu, in Rusland heeft men een zeer mooie traditie met het zoeken naar een antwoord om dat ecosysteem te maken. En een mooi voorbeeld is het BIOS-project. In het BIOS-project heeft men eigenlijk, dat is eigenlijk ontstaan in de jaren 60, werden wetenschappers geïnteresseerd, kunnen we effectief mensen en planten in één verzegelde ruimte opsluiten en kijken of ze met elkaar zuurstof en CO2 kunnen uitwisselen. Dat is uiteindelijk groter geworden en heeft men het BIOS 3-complex gebouwd. Dat is een ondergrondse stalen doos, volledig geïsoleerd, iets van een 300 kubieke meter, waarin verschillende compartimenten zitten waarin men planten en algen kweekte en dan drie personen kon opsluiten. En zo kon men eigenlijk zuurstof voorzien, louter door de planten, voor die mensen die in die structuur leefden. En een deel van het voedsel werd ook voorzien door die planten. De langste missie die erin gedraaid heeft, is iets van 180 dagen. Heel mooi project dat eigenlijk aan de grondslag ligt van veel later onderzoek. Nu, de Amerikanen hebben daar ook rondgewerkt. En een heel bekend voorbeeld hier is het Biosphere 2-project. Sommigen onder jullie kennen dat vast. Het komt uit de jaren 90. Een enorm groot project, echt op zijn Amerikaans, een enorme schaal. Het is eigenlijk een soort combinatie van 5 miniatuur ecosystemen die allemaal in glazen kasten zitten, die verbonden zijn met elkaar, een landbouwgebied en een woongebied. En dit allemaal in een gigantische, verzegelde, gesloten ruimte. 12.700 vierkante meter oppervlakte, dus echt wel heel groot. 3.000 soorten planten en dieren en 80 gewassen, allemaal opgesloten, volledig afgesloten van de buitenwereld. Men heeft daar 2 isolatiemissies in gedraaid. De eerste missie heeft men 8 mensen gedurende 2 jaar opgesloten daarin. Mochten absoluut niet naar buiten. En de tweede missie heeft korter geduurd, was met 7 mensen, heeft 6 maanden geduurd. Prachtig experiment, heel spectaculair. Net zoals BIOS 3 in Rusland heeft het aangetoond dat de mens effectief in een gesloten systeem kan overleven. Maar er zijn ook heel wat problemen geweest met Biosphere 2. Er bestaan boeken over, er bestaan dramatische verhalen over. Heel interessant om na te gaan wat er precies gebeurd is. Een van de zaken die gebeurde was dat de zuurstofniveaus omlaag begonnen gaan. Omdat de bacteriën in de grond veel meer zuurstof verbruiken dan men gedacht had. Heel veel diersoorten stierven uit. Vooral de bestuivende insecten stierven uit, bijvoorbeeld. Er braken plagen uit. Mieren en kakkerlakken begonnen gewoon heel het ecosysteem over te nemen. En men had moeite om genoeg voedsel te kweken. Dus dat was geen evident experiment. Tijdens de tweede missie heeft men dat deels kunnen oplossen, maar desalniettemin is dit eigenlijk niet de goede manier om een ecosysteem te maken voor de ruimte. Wat is het probleem? Als je 3000 soorten relatief dicht bij elkaar zet in ecosystemen die op de aarde nooit zo dicht bij elkaar zouden zitten, dan krijg je allerlei onvoorspelbare mogelijke interacties. Daar kunnen allerlei dingen gebeuren die we op de aarde nog nooit gezien hebben. En je krijgt dus eigenlijk een soort onstabiel systeem. Dit lijkt dus niet een goed idee voor de toekomst van de mens in de ruimte met die biologie.
Nu is er een andere aanpak mogelijk. En die wordt vertegenwoordigd door het Melissa-project van de Europese ruimtevaart, van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Dat is ongeveer opgericht in dezelfde tijd, maar gebruikt een totaal andere logica, een totaal andere aanpak. Het Melissa-project is eigenlijk een samenwerking tussen 30 verschillende organisaties in Europa die gedurende al die tijd zoeken naar het ontwerpen van zo'n volledig gesloten ecosysteem. Wat het Melissa-project eigenlijk probeert te doen is, ze zeggen van laten we een klein aantal soorten gebruiken, geen 3000. Die kunnen we veel beter controleren, daar hebben we veel beter zicht op en dan weten we precies wat er in elk compartiment binnen gaat en buiten gaat. Het is eigenlijk een heel functionele benadering om een ecosysteem te ontwerpen in plaats van een visuele benadering. We gaan eigenlijk kijken van hoe kunnen we op een minimale manier een ecosysteem maken dat doet wat het nodig is om de mens in leven te houden. En het ziet er dan ook eigenlijk eerder uit als een laboratorium dan als een mooie groene kas. Nu, de Melissa-cyclus is eigenlijk relatief simpel. Het zijn 5 compartimenten. De bemanning is 1 compartiment. En dan heb je 3 bacteriële compartimenten, 3 bioreactoren met specifieke micro-organismen die daar elk een eigen metabolisme hebben. En het laatste compartiment, compartiment 4, is het plantencompartiment. Dat is eigenlijk het landbouwcompartiment. En daar worden algen en gewassen gekweekt. Nu, die 3 bacteriële compartimenten die gaan eigenlijk geleidelijk aan alle afval van de mens, en dan praten we over alles, en dan praten we toiletafval, urine, zweet, CO2, alles wordt eigenlijk gecapteerd en wordt in die cyclus gegooid. En die 3 bacteriële compartimenten die gaan eigenlijk geleidelijk aan die afvalstoffen afbreken en uiteindelijk omvormen tot voedingsstoffen en CO2 voor de plant. Die planten zorgen dan weer voor zuurstof en voedsel voor de astronauten. En zo kan de cyclus theoretisch eeuwig blijven doorgaan. En dit lijkt mij eerlijk gezegd een veel betere aanpak om zo een ecosysteem te ontwerpen. Nu goed. Ik werk zelf ook mee met mijn team in het TU Delft aan dit project, aan Melissa. En wat wij doen is, we hebben eigenlijk een computersimulatie gemaakt waarin we het Melissa-systeem nabootsen, virtueel nabootsen. Het lijkt een beetje op het computerspel The Sims. Dat je kent met individuele virtuele figuren die daar hun taken doen, daar lijkt het een beetje op. Wij volgen eigenlijk de groei van de populaties en de concentraties van zuurstof en CO2 in ons model. En wij gebruiken deze computersimulatie binnen nieuwe concepten voor grote ruimteschepen voor zeer lange ruimtereizen. Daarvoor ontwikkelen wij eigenlijk onze virtuele variant van dit ecosysteem. Nu goed, onderzoekers zijn dus duidelijk al jaren bezig met het bedenken van ecosystemen en het ook het fysiek uittesten van die ecosystemen voor toekomstige bewoning in de ruimte. Maar er is toch nog meer nodig dan ecologie en architectuur. Wat we in Biosfeer 2 gezien hebben, is, we hebben niet alleen die problemen gezien die ik daarnet beschreven heb, maar er is ook ruzie ontstaan. De groep van 8 mensen is in 2 kleine groepen uit elkaar gevallen. Dat had vooral te maken met het feit dat er te weinig voedsel was, dat het zuurstof omlaag ging en dat er discussies ontstonden of men eigenlijk moest herbevoorraden en dus die verzegeling moest doorbreken of dat men het experiment ten koste wat het kost toch moest verder zetten. En die conflicten zijn ook zeer bekend geworden. En dat toont aan dat je, als je zo'n omgeving creëert voor mensen om in de ruimte te gaan wonen, dat je daar ook aan moet gaan nadenken. Je moet gaan nadenken over het mentaal welzijn van je astronaut. Zelf ben ik ook opgesloten geweest. Ik heb mezelf laten opsluiten. Ik heb deelgenomen aan een isolatiemissie die opgezet is door NASA een aantal jaar geleden. Dat is het High Seas-programma. Het High Seas-programma is een Marsbasis die op de Mauna Loa-vulkaan gebouwd is in Hawaii. En waar eigenlijk NASA nagaat wat de effecten zijn van langdurige isolatie op het functioneren van kleine groepen mensen. Het landschap op die vulkaan lijkt bijzonder sterk op dat van Mars. Het is echt rode basalt, rode gestolde lava die heel erg doet denken aan de foto's die we kennen van Mars. Wij zaten met 6 mensen gedurende 120 dagen opgesloten, 3 mannen en 3 vrouwen, en ik was zelf de gezagvoerder van dit experiment. Nu, het High Seas-project heeft, als je zo leeft, dan heb je heel wat beperkingen natuurlijk. Langs de ene kant heb je leeft in een beperkte ruimte, dat spreekt voor zich. De koepel die je net gezien hebt, die had een diameter van 11 meter. Je hebt dus weinig ruimte en een beperkte privacy.
Je bent geïsoleerd van de buitenwereld. Het enige dat we mochten doen was vertraagde e-mails sturen. We hadden geen real-time contact met de buitenwereld. En natuurlijk word je beperkt in je voorraad. Je hebt een beperkte voedselvoorraad, beperkte watervoorraad. Dus je moet echt over alles heel goed nadenken. Langs de andere kant zijn er natuurlijk ook allerlei psychologische uitdagingen waaraan je wordt blootgesteld. Het gevoel van voortdurend opgesloten te zijn gaat na verloop van tijd toch wel een beetje wegen. Je tijdsbestef geraakt helemaal in de war. Weken beginnen op elkaar te lijken. Verveling kan een probleem zijn voor sommigen. De slaapkwaliteit gaat achteruit. De samenhang van de crew moet je eigenlijk continu bewaren, want die groep kan eigenlijk elk moment uit elkaar vallen. Het verhaal dat ik verteld heb van Biosphere 2. En er ontstaan heel makkelijk spanningen met mission support. Mission support is een beetje zoals Houston. Als je zo'n missie doet, dan ben je niet helemaal op jezelf aangewezen. Je hebt eigenlijk mensen buiten je missie met wie je voortdurend in contact bent, met die vertraagde e-mail, en die je bijstaan. Maar zoals iedereen dat reeds in het dagelijks leven ervaren heeft, via e-mail ontstaan er wel iets misverstanden. En in het dagelijks leven ga je dan ofwel face-to-face een gesprek aan, of je neemt de telefoon, het probleem is opgelost, dat kan je in deze omstandigheden niet. En dat hebben wij ook zelf ervaren. Meer zelfs, ik heb eigenlijk ook een psychologisch onderzoek gedaan tijdens deze Mars-simulatie. Dit onderzoek was opgezet door Sophie Goemade van de Universiteit van Gent en ik heb eraan meegewerkt. En we zijn gaan kijken naar autonomie en de rol van autonomie tijdens zo'n missie. Onze crewleden moesten eigenlijk wekelijks een vragenlijst invullen. En in die vragenlijst moesten zij allerlei dingen beantwoorden die een indicatie gaven langs de ene kant van hun gevoel van autonomie dat ze hadden, een graad van gemotiveerdheid, hoe gemotiveerd ze waren en hoe de samenwerking met Mission Control verliep. Elke week opnieuw invullen. En de resultaten waren zeer interessant. Wat we eerst konden zien was dat dat gevoel van autonomie, motivatie en hoe goed die samenwerking vlot, dat dat zeer erg varieerde van week tot week. Er zat niet echt een vast patroon in, maar dat wisselde van week tot week. Maar wat zeer mooi was, was om te zien dat het gevoel van autonomie heel erg samenliep met de graad van gemotiveerdheid en met hoe goed er kon samengewerkt worden met mission support. Dus autonomie heeft echt lijkt wel een gunstige factor te zijn om zo'n groep mensen echt goed functioneel te houden. En er was nog een bijkomende observatie, dat is dat het gevoel van autonomie binnen de groep mensen die opgesloten werden eigenlijk sterker werd naarmate ze het gevoel hadden dat mission support hen ook hielp in hun communicatie met die autonomie te ondersteunen. Dat is heel anders dan wat we vandaag gewend zijn. Vandaag zijn we eigenlijk een cultuur gewend waarin astronauten heel erg gecontroleerd worden en voortdurend instructies krijgen. En zo zien we dus dat die autonomie eigenlijk al op 3 verschillende manieren is teruggekomen. Ik heb het gehad over de rol van autonomie in architectuur, lokale grondstoffengebruik. Ik heb het gehad over ecosystemen die we moeten ontwikkelen in de ruimte om een autonoom leven te kunnen uitbouwen. En blijkbaar is in de psychologie autonomie ook belangrijk. Om terug te keren naar de basisvraag, hoe overleef je op de maan? Wel, ik denk dat het duidelijk is dat ruimtevaart meer is dan het ontwikkelen van raketten en het lanceren van raketten. We moeten ook kijken naar zaken zoals architectuur, ecologie, psychologie, met dan aandacht voor de cruciale rol van autonomie. Het is precies door het verder onderzoeken van al deze aspecten en door het ontwikkelen van een meer holistisch perspectief op onze toekomst in de ruimte dat we een duurzame en inspirerende toekomst op de maan zullen kunnen maken. Dank u wel.